de nieuwe feestweek zit er weer aan te komen in Westendorf. Dat duurt niet meer zo lang. Nee, dat gaat nu weer kriebelen, zeg maar, zoals we het noemen. De winter gaat zo'n beetje langzaam beginnen. 18 december beginnen we weer met de optredens. Dan gaan we er weer 400 achter elkaar doen in 100 dagen tijd. Dus dat is weer een hele marathon. En dan sluiten we dan af met de feestweek. Dat is van 12 tot 19 maart. En dit jaar eigenlijk in een hele nieuwe opzet. We gaan dat groot openbaar doen, midden op de piste. En ik vermoed dat dat voor de mensen ook heel leuk is om dat op die manier te beleven. Dus echt op de piste in Westendorf, één groot feest. En waarom die nieuwe opzet? Omdat de oude opzet eigenlijk na 12 jaar toch niet meer werkt. Mensen willen gewoon geen entree meer betalen. Ze willen niet in een zaal gaan zitten. Ze willen gewoon de beleving hebben. Dus we hebben een grote sponsor gevonden die dat in principe allemaal waar kan maken. Gewoon lekker openbaar knallen. En dat gaat naar mijn is dat gewoon een nieuwe formule op dit moment.